Simon Boy van Okkers en Schop Advocaten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het ook een beetje over zeg maar, naakte waarheid. Hè? Ja, moet je wel ver zoeken, maar goed. Het gaat over het Naakstrand en de gemeente Zeewolde. En de gemeente Zeewolde, ja. Even ter achtergrond misschien. De wet bepaalt dat je misschien logisch, maar niet zomaar overal ongekleed naakte mag rondlopen. Ja. En dat verbod staat in het wetboek van strafrecht. En dat bepaalt dat je buiten de door de gemeente aangewezen plaatsen niet zomaar ongekleed mag rondlopen. Dat je ook daarbuiten niet zomaar ongekleed mag rondlopen als die plaats daarvoor niet geschikt is. Ja. Dus met andere woorden, de gemeente die kan een plaats aanwijzen waar je naakt kunt recreëren. En op andere plaatsen mag je dat niet doen als die plaats er niet voor geschikt is. Nou, okay. Wanneer is zo'n plaats niet geschikt? Volgens maatschappelijke opvattingen op die plek dat onaanvaardbaar is. Als op die locatie sprake is dat mensen ongevraagd of ongewenste confrontatie hebben met naakte mensen. Of wanneer het de openbare orde verstoort, dan mag dat niet. En dan hebben we het allemaal alleen over buiten. Hè? Buiten. Ja, binnenhuis buiten mag je... En dan ook buiten openbaar. Hè? Ja. Dus niet in je eigen tuin, daar hebben we het niet over. Maar openbare plekken, precies. Het bos, het strand. En de straf daarop, als je dat toch doet, is een boete uit de eerste categorie. Dat is maximaal €450. Oké, goed. Nou, in dit geval was het de gemeenteraad van Zeewolde die een plek aanwees waar je naakt mag recreëren. Een strandplek. En die dacht, nou, als we dan toch bezig zijn met een plaats aan te wijzen, dan besluiten we ook maar gelijk even dat in de rest van Zeewolde dan geen naaktrecreatie mag plaatsvinden. Zoals makkelijk, dan is het ook duidelijk voor iedereen. Maar dat is toch eigenlijk al bepaald? Want je mag niet overal zomaar naakt recreëren. Als die plaats er niet voor geschikt is. Ja, dat is echt een juridische term, hè? Moeilijk. Het is een juridische term, maar het geeft ook mooi aan de verschillende bevoegdheden en dat iedereen zijn eigen taak heeft. Hè? Want dat is de belangenvereniging is daar ook tegenop gekomen. Heeft dat voorgelegd aan de rechter. En de rechter zegt ook, ja, er zijn hier twee verschillende instanties, eigenlijk elk met hun eigen bevoegdheid. Namelijk de gemeente die mag bepalen waar je in ieder geval wel mag recreëren. Maar dat betekent niet dat als ik plaats A aanwijs, dat je dan op plaats B dat niet mag doen. Of je op plaats B wel of niet naakt mag rondlopen, dat is aan de strafrechter om te bepalen. Oh, okay. Het OM moet bewijzen dat die plaats dat niet mag. En de strafrechter kan naar oordeel. Even voor mij, het is niet zo dat de gemeente zegt van nergens in de gemeente mag dat, behalve op dat plekje. Nee, andersom. De gemeente zegt op dat plekje mag het. Ja, punt. Precies. En de gemeente heeft dus inderdaad gezegd, voor de rest mag het nergens in de gemeente. Maar dat mag de gemeente dus niet bepalen. Precies. Daar gaat het om. Ja, dat is uiteindelijk aan de strafrechter om dat te bepalen. En dan krijg je die elementen die ik net noemde van, joh, verstoor je daarmee de openbare orde, dat soort dingen. Dus het is inderdaad een heel cryptisch en juridisch punt misschien, maar het geeft ook mooi aan dat ieder zijn eigen taken en bevoegdheden heeft. De gemeente die kan een plaats aanwijzen en de strafrechter die moet uiteindelijk oordelen of andere plaatsen dan wel of niet geschikt zijn. Dit is een mooi gevalletje om de wet op de juiste manier te interpreteren. Precies. Ja. Dan komt er een rechtbank zelfs aan te pas. Want de gemeente Zeewolde die dacht er anders over. Die zegt, wij vinden dat wel mag. Maar de belangenvereniging zegt van, nee, dat mag niet. En de rechter heeft al geoordeeld. Ja, de belangenvereniging die zegt, joh, dat eerste besluit mag je nemen. Hè? Plaats A, daar mag je naakt recreëren. Maar dat andere besluit mag je niet nemen. Ja. Nou, en uiteindelijk heeft de rechtbank dat ook zo. Hè? Want dan krijg je eerst het bezwaar. Dan mag eerst de gemeente daar nog een keer over oordelen. En die zei, dat bezwaar, dat schuiven we van tafel af. Okay. En dan kun je daarna nog naar de rechtbank toe. En die zegt, nee, er zijn inderdaad twee aparte instanties. De gemeente die wijst een plaats aan. En de strafrechter die bepaalt in alle andere gevallen of het wel of niet mag. Oké, maar betekent dit dat er dan toch nog een plaats bij kan komen? Dat het niet bij één plaats blijft in Zeewolde? Dat zou kunnen. Hè? Die plaats die is aangewezen, daar mag het in ieder geval. Ja. En als iemand op een andere plaats naakt wil recreëren, dan zal het uiteindelijk aan de strafrechter zijn om te beoordelen of die plaats wel of niet geschikt is. Ja, wel ingewikkeld dan. Nou ja, als je een mooi plekje hebt gevonden en je zegt, ik ben niemand tot last, want daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Precies. Maar dan krijg je dus wel een boete, want het is niet op de aangegeven plek. En dan moet je maar bij de rechter zeggen van, ik was niemand tot last. En dan moet de rechter... Die moet je aanvechten en zeggen van, jongens, maar ik heb helemaal niemand daar pijn mee gedaan. Ja. Nou ja, sterker nog, het is eigenlijk andersom. Hè. Kijk, want het is niet degene die de boete krijgt, moet niet bewijzen dat de plek geschikt is.
Maar het OM moet bewijzen dat het lijk niet ongeschikt is. Ongeschikt. Ja. Om het nog wat ingewikkeld stof te maken. Om over na te denken. Simon Boy, advocaat bij Okkersen en Schop Advocaten. Nog steeds in de studio. We gaan het hebben over een bericht hier uit de regio. Een 48-jarige Drontenaar. Die vorig jaar, 21 augustus, een explosie veroorzaakte bij de Supertank aan de Noord in Dronten. Die moet 100 uur werkstraf krijgen, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Een vrij ingewikkeld verhaal is dit, want de beste man die had een ontploffing veroorzaakt en moet daardoor werkstraf krijgen. Ja, dat is hem heel kort. Wat er is gebeurd is, deze man die is naar de Supertank toegegaan om een gasfles, weet je, die je gebruikt voor bijvoorbeeld de barbecue aan te sluiten, te vullen met LPG. Mag dat? Dat is echt absoluut verboden. Okay. Er staat ook een hoge boete op. Je kunt een boete van €1.500 daarvoor krijgen. Ik wilde net zeggen, omdat dat moet je door een speciaal bedrijf laten doen. Ja, bij de campingwinkel. Ja, precies. En omdat het zo gevaarlijk is. Onder andere omdat op die gasflessen zit geen begrenzer, terwijl die gasfles voor 80% gevuld mag zijn. Omdat dat gas kan gaan uitzetten en met temperatuurverschillen. Het kan zelfs gaan scheuren en die flessen kunnen ontploffen. Ja. Het is er gewoon niet voor gemaakt. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Dat was zo ook in dit geval. De beste man die heeft die gasfles gevuld. En die is gaan lekken omdat hij hem te vol heeft gemaakt. In zijn auto heeft hij kennelijk een koelkastje staan die ook op gas werkt met een waakvlam. Mag dat? Mag dat? Dat is de volgende vraag. Mag dat? Mag je een koelkast in een auto zetten waar een waakvlammetje in zit? Ik denk zolang je maar goede voorzorgsmaatregelen neemt, dat wel moet kunnen. En je hebt toch ook met campers? Die hebben dat. Ja, maar dan ook. Heb je een als zijnde camper, is die als camper aangeduid? Maar dan is het dus nog steeds niet de bedoeling om je gasflessen te vullen en die daarna te zetten, want daardoor is dit hele gevaar ontstaan. Dat is allemaal gaan branden en daar heeft ook een enorme explosie plaatsgevonden bij de Supertank. Okay. Er is voor €100.000 aan schade ongeveer ontstaan. En deze man die is met brandwonden opgenomen. 2 weken in het brandwondencentrum gelegen. Ja, dat is op zich wel. Dus heel erg gevaarlijk. Ja. Het OM heeft wel ook besloten om hem nog steeds ook te vervolgen. Hè? En dan is inderdaad de vraag, ja, maar met die brandwonden wat er is gebeurd, is deze man niet al voldoende gestraft. Nou, ik denk dat wat van belang is dat wat hij doet enorm gevaarlijk is. Hè? Dat, ja. Nou ja, we hebben gezien wat er is gebeurd. En hij wist ook dat het gevaarlijk was. Hij heeft tijdens de zitting ook verklaard, ja, ik wist dat het niet de bedoeling was, maar ik heb het toch gedaan. En dat noemen we dan bewuste roekeloosheid. Je weet dat iets niet mag en dat er een groot risico bestaat op dat het verkeerd gaat. En toch doe je dat en neem je dat risico voor lief. Ja. Daar hadden ook doden bij kunnen vallen natuurlijk. Ja, mensen die ook aan die pomp stonden of erbij. Hij heeft nu zichzelf verwond, maar hij had ook anderen in gevaar kunnen brengen, verwonden of zelfs nog erger. Is dat hetzelfde als dat je op de snelweg 200 gaat rijden terwijl je de 100 mag? En, en dan een ongeluk veroorzaakt. Je weet dat het niet mag. Je weet dat het niet mag en je neemt een bepaald risico dat het wel gebeurt. Ja. Nou ja, en hij heeft natuurlijk al een soort straf gehad, dat heeft het OM ook gezegd. We gaan geen gevangenisstraf krijgen. Want meneer is in dat opzicht al wel genoeg gestraft. Maar het straffen van verdachten of veroordeelden heeft een aantal functies. Hè. Dat is gewoon vergelding. Hè. Je hebt iets gedaan wat niet mag, daar moet je voor boeten. Bescherming van de samenleving als je iemand de gevangenis instuurt. De kans op herhaling voorkomen. Maar ook een soort preventieve werking gaat eruit van straffen. Hè. Let op. Het is niet voor niks zo ontzettend in het nieuws. Precies, het is in het nieuws. Let op, het is heel erg gevaarlijk. Dus we stellen ook een soort voorbeeld. Doe het niet. Ja. Nee. Maar dan nog. Er is een flinke schade ontstaan. Ja. Die zal verhaald gaan worden op de verzekering van de man. Maar die verzekering zal waarschijnlijk zeggen, ja, maar omdat jij toch enigszins een soort van veroordeeld bent, gaan wij dat niet vergoeden? Of zit dat niet zo in elkaar? Dat ligt eraan, hè, wat er in die voorwaarden van de verzekering zit. Maar de verzekeraar zal zeker meenemen, dat hij ook inderdaad heeft aangegeven, joh, ik wist dat het niet mocht. Ik weet ook dat het eigenlijk heel erg gevaarlijk is en dat er een groot risico op schade is. Ja, en dat is hier ook. Dus daar zou inderdaad ook nog wel voor hem een probleem kunnen ontstaan. Dat kan nog een staartje hebben. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, blijft wel weer de les natuurlijk, dat je niet dat soort dingen moet doen. Ja, precies, maar dat is ook duidelijk. Het hele eieren eten natuurlijk. Ja, doe niet eventjes. Het kan wel eventjes, je ziet wat ervan kan komen. Het gaat vast goed. Ja. Nee, het gaat vaak niet goed, precies. Dan dat het wel goed gaat. Ja. Oké. Okay. Simon Boy, dankjewel. En fijne Pasen.